Regisseur Steven Spielberg is terug in de filmarena. 3 jaar na Lincoln toont de Amerikaan zich weer in topvorm. Ik ben Marco Weijers en dit is mijn recensie van Bridge of Spies. Something important has come up. We've got a Soviet spy. We want you to defend him. I'm an insurance lawyer. I haven't done criminal work in years. Have you represented many accused spies? This will be a first for the both of us. You should be careful. De Koude Oorlog is op zijn hoogtepunt als in New York de Russische spion Rudolf Abel wordt gearresteerd. Tom Hanks hernieuwt in deze film zijn samenwerking met Spielberg door James B. Donovan te spelen. De advocaat die de verdachte Rus moet verdedigen. Een ondankbare taak die hij toch naar beste kunnen op zich neemt. People are scared of this man. He's a threat to all of us. Do you know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor? Everyone deserves a defense. Every person matters. Dankzij zijn advocaat ontloopt Abel, een Oscar-waardige rol van de Brit Mark Rylance, de doodstraf. Dat is niet alleen voor hem goed nieuws, maar ook voor Gary Powers, de Amerikaanse piloot van een spionagevliegtuig dat kort daarna door de Russen wordt neergehaald. Officieel willen de Russen en de Amerikanen geen zaken doen met elkaar en daarom krijgt Donovan in het geheim het verzoek om in Berlijn te bemiddelen over een spionnenruil. Een gevaarlijke balansact die hij zonder vangnet moet zien te volbrengen. Of people that doesn't want this exchange to ever take place. We are not leaving them here. Things have started to fall apart. There's a cost to these things. A cost to both your country and your family. Dit op feiten gebaseerde verhaal wordt op een klassieke manier verteld, waarbij angst en paranoia de boventoon voeren. Joel en Ethan Coen schreven het scenario en leverden de kleurrijke puzzelstukjes die door Steven Spielberg op meesterlijke wijze in elkaar worden gepast. Hij doet dat met behulp van geweldige acteurs, ook in de kleinste rollen. Bij elkaar reden genoeg om het spannende, gelaagde en dus ook geslaagde Bridge of Spies met 4,5 ster te waarderen.